Hartstikke leuk dat je kijkt. Welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag ga ik een recept met je maken, namelijk mijn variatie op egg fried rice. Ik ben absoluut geen goede kok, dus iedere halve tamme kan dit recept namaken. En het is een super handig recept, want je kan heel makkelijk spelen met de verhouding tussen eiwitten, koolhydraten en vetten. Qua ingrediënten is het super simpel en het belangrijkste, je kan het echt in bulk maken. Dus je kan het gewoon in bakjes knikkeren. En op het moment dat jij moeite hebt om je aan je voedingsschema te houden, of aan je calorieën, zoals bijvoorbeeld in het weekend, ja, dan wil je natuurlijk gebruik maken van zo min mogelijk van je motivatie, want motivatie raakt op. En hoe makkelijker het dan is om een gerechtje uit de koelkast te halen, op te warmen, dat vervolgens ook nog lekker smaakt, ja, dat is natuurlijk goud. Ik laat je eerst de ingrediënten zien en dan gaan we lekker koken. Kijk mee. Nou, welkom dus bij de meest amateuristische kookvideo die je in tijden zal zien. Maar dat maakt niet uit, want het gaat uiteindelijk om het resultaat. Het gaat erom dat we groeien. Of dat die video mooi is, ja, dat is een tweede. Hey, we beginnen met rijst. Ik hou een klein koffiekopje per persoon aan rijst aan. Wil je minder koolhydraten, hou je minder rijst aan. Meer koolhydraten, meer. Heel simpel. Vandaag maak ik het met kipfilet. Per kopje koffie met rijst. Hou ik één kipfilet aan. Wil je meer eiwitten, gebruik je meer kipfilet. Minder eiwitten, minder kipfilet. Ik maak hem ook regelmatig met gambas, met garnalen. Ook hartstikke lekker. Je zou het met zalm kunnen doen. Je zou het met rundvlees kunnen maken. Allemaal hartstikke lekker. Super simpel en eenvoudig te variëren. Meestal gooi ik gewoon een hele zak met groenten erdoorheen. Dit is 400 gram, omdat je dus per dag ongeveer 200 gram groente per persoon zou moeten nemen. Gooi dus één zak van 400 gram, in dit geval roerbakgroente erdoorheen. En vandaag maak ik gewoon gebruik, als je me nog hoort, er altijd gekraakt, van snijbonen. Vind ik zelf lekker. Waarschijnlijk zijn er nu mensen die daadwerkelijk weten hoe je dit gerecht maakt, die met de handen in de haar zitten van snijbonen door je rijst, ben je gek geworden. Maar hey, het gaat om het gemak en het gaat erom dat we snel veel maaltijden die lekker zijn kunnen creëren. Dus vandaar snijbonen of wokgroenten. Varieer daar gerust mee. Ik heb ze ook met broccoli gemaakt. Ik heb hem ook met bloemkool gemaakt. Het kan allemaal. Per kop rijst gebruik ik 2 tot 3 eieren. Het enige wat ik snij is een ui. Zou je ook kant-en-klaar kunnen kopen, maar die snij ik zelf. En dan vervolgens, afhankelijk van of dat je houdt van pittig, maak ik gebruik van chilivlokken. Daar zou je ook sambal voor kunnen gebruiken. Ik gebruik van die kant-en-klare potjes gember, knoflook en tenslotte voor de extra smaak sojasaus. Het lijkt een lange waslijst met ingrediënten, maar als je dit allemaal, nou, met name de kruiden, één keer kookt, joh, daar doe je maanden mee. En zoals gezegd, het is super simpel om een hele dikke vette lading met egg fried rice te maken. Heb ik nog één geheime tip en die haal ik hier uit het kastje. En dat scheelt gewoon echt een enorm gerommel. En dat is gewoon een goede grote wokpan. Ik deed het eerst zonder, maar daar was ik niet lang bezig met koken. Maar vervolgens was ik wel een half uur bezig om de keuken schoon te maken. Want de rijst die zat tot aan het plafond. Dus, dikke vette wokpan, top. We gaan koken. Zoals gezegd hou ik ongeveer een klein kopje koffie aan per persoon. Ik heb 2 kipfilets. Dat wil zeggen dat ik vandaag 2 porties ga maken. Nou, voor mezelf gebruik ik hem zoveel. Als ik voor Milou kook, die eet minder, dan doe ik na een half kopje. Voor nu maak ik 2 hele kopjes. Ik spoel hem wel even af. Hoppatee. Ik spoel hem wel even af. Het schijnt dus, geen idee of dat het echt zo is, maar dat je daarmee volgens mij het zetmeel eraf spoelt. En dat daardoor die rijst minder kleverig wordt. Of dat het echt zo is, geen idee. Maar voor de zekerheid doe ik het maar even. De rijst zet ik ongeveer 5 minuten op. Dan is die nog niet helemaal klaar, maar hij wordt dadelijk ook nog gebakken. Dus dan, doe je het laatste zetje, zeg maar. Ondertussen gaan wij de kip snijden. Neem aan dat je wel weet hoe je een kip snijdt. Maar ik snij hem in lekkere kleine blokjes. Zodat hij
Dat je niet van die grote bonken kip erin hebt zitten. Vind ik niet lekker, maar is helemaal afhankelijk van wat jij zelf wil natuurlijk. Vet snijdt eraf. Vet is smaak, hè, zeggen ze in barbecue wereld, maar ik word er nooit zo heel blij van in die kip. Terwijl de rijst staat te pruttelen, snijden wij nog even een uitje. Dat is misschien wel het enige nadeel aan egg fried rice. Mocht je in de vechtsportwereld zitten, dan moet je rollen of worstelen, judoën met gasten. Je gaat hier niet lekkerder van ruiken. Dan zijn er vast mensen in de comments die mij kunnen vertellen hoe je superhandig een ui schilt. Ook voor het schillen van de ui hebben we natuurlijk weer allemaal prachtige trucjes, maar... Zo, er zijn ongeveer 5 minuten voorbij, dus ik ga de rijst uitzetten. Ik kan die een beetje afkoelen en dan gaat de wokpan aan. Als dan de wokpan lekker op temperatuur is, dan doe ik daar een schepje van die kokosolie in. Het is niet dat je per se kokosolie moet gebruiken, maar dit verbrandt gewoon niet snel. Dus dat is handig voor de mensen die wel eens wat aan laten branden, zoals ik. Anders kan je ook gewoon olijfolie gebruiken. Verbrandt ook niet snel, ietsje sneller. Dus klein lepeltje, zeg je van, nou, ik wil echt bulken en ik heb een hoop calorieën nodig. Ja, dan gooi je er gewoon wat meer in. Hier ging iets mis. Nou, daar ging iets mis. Moeten we alsnog de hele keuken schoonmaken. Maar ja, we zijn nu toch bezig. Dus we gaan lekker door. Ik denk dat hij een beetje heet was. Nou, nou dus een flinke schep gember. Flinke schep. Knoflook. Ja, de pan was gewoon te heet. En dan komt er natuurlijk, staat te filmen. Tegelijkertijd met koken. Anyway. Per portie doe ik er 2 eieren in. 2 hele eieren. Wil je meer eiwitten, meer calorieën? Knal je er gewoon meer eiwitten in. Of meer eieren in. En dan gaan we zo de soja erin gooien. Ja, afhankelijk van hoeveel zout je erin wil, gebruik je die soja. Ik doe dat meestal een beetje op gevoel. En als het later blijkt dat het te flauw is, dan gooi ik er gewoon nog wat soja bij. Dan de kip. Als de kip dan bijna gaar is, dan doe je de snijbonen erbij. Ah, moet je eens kijken jongens, dit is toch prachtig. We hebben gewoon een volledige wokpan, helemaal vol. Ja, en het was misschien een kwartiertje werk, hier komen wel. Nou, ik zei net tegen jullie 2 maaltijden. Maar dit zijn wel meer dan 2 maaltijden. Dit zijn er zeker 4. Ja, reken maar uit, per kipfilet ongeveer 50 gram. Er zitten er 2 in, dus 100 gram eiwitten, 400 gram groenten. 2 kopjes rijst. Weet ik niet uit mijn hoofd hoeveel koolhydraten dat zijn. Maar jongens, je kan hier prachtig mee spelen met die verhouding. Wil je meer koolhydraten, meer rijst erin, meer eiwitten. Doe je meer kipfilet erin, meer eieren.
Wil je meer groenten? Wil je dat het meer verzadigend werkt? Meer groenten erin? Ik heb ze ook wel eens gemengd met broccoli. Dus sperziebonen en broccoli. Het kan allemaal. Wil je meer smaak? Meer soja of meer kruiden? Maakt voor je calorieën helemaal geen moer uit. Dus ja, dit is top jongens. We gaan het in bakjes doen. Meestal heb ik aan een flink bakje voldoende. Zo is meestal zat. Dus 1. En dat is 3. Daar is hij dan. De egg fried rice. Ja, ik ben fan. Dit recept is zo grandioos voor het weekend. De meeste mensen kunnen het wel redelijk opbrengen om door de week zich aan de voeding te houden. Maar ja, dan komt het weekend. Je hebt heel de week hard gewerkt, je bent moe, motivatie is op zijn laagst. Ja, en dan komt het moment dat het echt telt. Het is zo makkelijk om even je snackbar te bellen dat ze een patatje komen brengen voor 10 euro. Een zak chips opentrekken. En voor je het weet heb je 1000 calorieën te veel binnen geharkt. En is er een heel groot deel van je dieet van die week gewoon verziekt. Doodzonde. Nou, en dit... Ik zeg niet dat dit vergelijkbaar is met een lekkere bak patat of een lading sushi of wat dan ook. Maar dit is wel de manier. Uit de koelkast halen, in de magnetron en opeten. En dat is de manier waarop het zo min mogelijk motivatie kost om je toch aan je dieet, aan je voedingsschema te houden. En daarom is dit zo'n grandioos recept. Ik heb jarenlang heel veel rijst met groenten en broccoli zonder saus en dat soort dingen gegeten. Maar... je wordt het zo spuugzat op een gegeven moment. En als er één ding is dat belangrijk is in je dieet, is consistentie. En consistentie bereik je alleen als je voeding lekker is. Gewoon lekker kruiden. Pas het aan naar je eigen stijl. Mag gewoon, het is allemaal geen hogere wiskunde. Het is niet als jij er meer knoflook in gooit dat het dan opeens niet meer goed voor je is of wat dan ook. Maak de calorieën voor jou minder uit. Dan kun je er prima wat gefrituurde uitjes op gooien. Wat ik lekker vind, en dat valt qua calorieën reuze mee, is wat chilisaus, wat sambal, eventueel nog wat ketchup. Ga ermee spelen. Zorg ervoor dat jij het lekker vindt en dat jij daarmee het weekend doorkomt. Want daar is deze maaltijd goud voor. Hey, hartstikke leuk dat je hebt gekeken. Mocht je wat aan deze video hebben gehad, vergeet dan de video niet even te liken en uiteraard te subscriben. Mocht je mijn gratis supplementengids nog niet hebben gedownload, waarin ik je uitleg welke supplementen nou echt daadwerkelijk wetenschappelijk onderbouwd zijn en dus helpen bij het opbouwen van spiermassa en vetverbranding, klik dan op de link hieronder en we zien elkaar dan in een volgende video. Later!